finaliste van vanjaar se Buiteburger Cape Union Maat Natuurfotocompetisie het van deze week by die Tygervallei Winkelcentrum by mekaar gekom vir die aankondiging van 2014 se wenfoto's. Hoe kies een mens nou een wenner uit die klimaat? Hoe kies een mens een wenner? Helaas het gesikkel om die bestes uit te kies. By hierdie 10 is besondere foto's en om die 3, kijk die lezers het op die aankoop die soos kan ons verontskuldig. Het is moeilijk om te kies tussen die recht en dit is allemaal baie mooie foto's. Die inskrywings was allemaal van topgehalte. En hoewel al die finalisten met een geskenkbewijs weggestap het, kon daar natuurlijk net één wenner per categorie wees. Ik kan het niet verduidelik nie. Ek was nie van plan om eers in te skryf nie. Ek het onlangs begin, een jaar of 2 terug. Ons gaan jaarliks Wildtuin toe en ons gaan maak altyd piknik by die ontbytplekke. En die voels by die ontbytplek is redelik mak. So ek het onder onderuit in die boom gesit, op 'n knoot van die boom gesit. En ek het toe onderom geloop en by onderom staan toe kyk, ek het mooi af van my. En op baie oomblikke het ek hom geneem. Vertel my meer oor die foto, waar het jy dit geskiet, hoe het jy dit geskiet? Het is nabij de kelders en dit is met een stalige sluiter ten 15e van een seconde geskiet. Baie klein lensopening, ik denk het was F29 geweest. Jij is die wenner vanavond, vertel mij hoe voel jij? Baie. Ja, ek het nie verwacht om dit te wen. Is jij een kranige fotograaf met de liefde van die natuur? Hou dan Buiteburger dop voor ons volgende fotocompetitie. En misschien is jouw die volgende wenfoto.